175.000 mensen vierden de nationale feestdag gisteren op de Gentse feesten. En er werd weer wat afgedanst. Ook in het Baudelohof op Afro-Braziliaanse beats. Ik denk dat het een soort van samba-salsa ding was, denk ik. En kon je dat al? Ja. Ja, het was een leuke dans. Ja, het lukte wel. Waar heb je dat dan geleerd als je dat al een beetje kon? Op de dansles. Ja, ik doe 2 keer in de week dansen. Ja. Er waren ook allemaal dansen die we niet wisten en die we dan bijgeleerd hebben. En ja, dat is wel leuk. Ja. Het kleinste concertzaaltje van de feesten vind je aan de achtersikkel van het conservatorium, de Belvedere. Hier krijgen studenten van het conservatorium de kans om, in het kader van de Gentse Festspelen, hun muziek op het publiek los te laten. Ja, we zijn allebei geschoold op het conservatorium hier, voor als jazzmuziek dan. Maar allebei ook wel andere richtingen opgegaan en zo. En het is ergens tussen lyrisch en zo wat atonaal, een beetje spanning zoeken tussen, ja, zo wat tussen de tonaal en gewoon sound en textuur en zo. Gewoon eigenlijk om een soort verhaal te vertellen. Keizer Karel liet in de 16e eeuw de opstandige Gentenaars met een strop om de nek door de straten lopen. Een vernedering na de opstand van Gent. Gentenaars zijn trots op hun naam Stroppendragers. De rondgang is een jaarlijkse herinnering aan hun koppigheid en een lesje voor de toeristen waarom Gentenaars nu zo graag met een strop rond de nek lopen. We zijn er fier op. Het is nog een traditie, een folklore. En er is een massa volk die er nog komt kijken. Het is nog een stukje van onze eigenheid, onze authenticiteit. Omdat ik van Gent ben en dat ik vind dat je daarbij moest zijn, dat is alle jaren mijn stoet, mijn navel. Iedereen is natuurlijk kwaad op mij, want iedere echte Gentenaar moet mij uit jou. Anders is dat geen goede stoet. Ons beste gelden is, het gaat vanker opgang. Zoals je weet, gewoon komen die niet overleefd hebben. In andere wijze dabben, wil een paar dames aan de strop drogen. Je straalt ten eerste uw stad uit en je vertegenwoordigt uw stad. En ook mee op de blote voeten te lopen, met enkel het tabaardje en, moet eerlijk zeggen, een slipje daaronder, dus niet gelijk de schotten. Je pakt een pak vooraan, je doet er wat ervan. En je plafes gegroezeld, een toren van de naam. Je zet dan een beurt. Twee anciens onder de toren van Sint-Baafs gisteren. Dirk Stoops vierde zijn 15e jaar als DJ van de tijdloze party. Maar eerst zong het publiek mee met Koen Krukke, in het Gents natuurlijk. Opera, maar ook volkse liedjes. Er is ook Romain de Koning bij, er is ook Walter de Buk bij. Het zijn eigenlijk de populaire liedjes, maar ook natuurlijk de liedjes die ik gezongen heb op mijn cd's. Toriador, de opera is versmuurd en de operette is versmuurd. Voor mij is het altijd een bijzonder iets om hier te mogen optreden tijdens de Gentse feesten en op het Sint-Baafsplein voor een enthousiast meezingend publiek. Absoluut, ja. Ik ben eerst en vooral Gentenaar en de Gentse feesten zijn ook heilig voor mij. Sint-Baafsplein is voor mij ook het mooiste plein die er is om hier een show op te geven. En dat is eigenlijk gegroeid. In 2002 ben ik hier begonnen voor de eerste keer, denk ik. Ivan had mij gevraagd, kan jij hier je show doen? En ik zeg ja. En het publiek is meegekomen. Ja, je kan hier echt alles spelen ook. Hè. Heel breed voor jong en oud. Tot vandaag is dat fantastisch om te doen. Ja.
Haal je beste moves boven, want we gaan de voorlaatste nacht in. Blijven feesten en tot morgen.